volgens mij is het 7:30. En ik verzoek de aanwezige raadsleden te gaan zitten. En ik heet u allen van harte welkom. Ook u, het leden van de raad, leden van het college op de tribune en ook als u meekijkt, meeluistert. We hebben vanavond 2 agendapunten. Dat is in de eerste plaats de parkeerproblemen vrachtwagens Den Ham. En het tweede, voortgang onderzoek toekomstige uitvoering BSW regio Almelo. En ik begin met het eerste agendapunt, parkeerproblemen vrachtwagens Den Ham. De indiener daarvan is het CDA. En ik kijk even, mevrouw Jansen, u heeft 4 minuten om een toelichting te geven, vragen te stellen aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De gemeente Twenterand heeft het beleid om in elk dorp een plek aan te wijzen waar het mogelijk is voor vrachtwagenchauffeurs uit elk desbetreffende dorp om hun vrachtwagens te parkeren. Het gaat hier dan om het parkeren van vrachtwagens in de avonduren en in het weekend. In het document aanwijzen plekken parkeren vrachtwagens in de bebouwde kom wordt gesteld dat Den Ham een parkeerterrein heeft aan de Friese Veendijk. Klopt het dat hier wordt bedoeld de Friesendijk? Echter, het blijkt dat de locatie als aangegeven in het document niet meer gebruikt kan worden als parkeerruimte voor vrachtwagens. Om deze reden werd in de vrachtwagen sinds enige tijd geparkeerd op een stuk braakliggend terrein en parkeerplaatsen aan de Kroezenhoek. Desalniettemin is ook hier onlangs bepaald dat vrachtwagens hier niet meer kunnen parkeren door een parkeerverbod voor vrachtwagens en invulling van het braakliggende terrein. Wethouder, heeft u de vrachtwagenchauffeurs geïnformeerd dat er voor hen geen mogelijkheid meer was om te parkeren aan de Friesendijk en de Kroezenhoek? Gezien het feit dat er verder een parkeerverbod geldt voor vrachtwagens binnen de bebouwde kom, is het op dit moment in feite niet meer mogelijk om vrachtwagens te parkeren in Den Ham. Op vragen vanuit de chauffeurs naar parkeergelegenheden in Den Ham wordt gesteld dat het terrein op de Kroezenhoek een tijdelijke voorziening was, wetende dat het terrein als industriegrond verkocht kon worden. Ik wil dan ook van de wethouder weten waarom er destijds al niet is gezocht naar een alternatief als parkeerterrein, gezien het toch om een tijdelijke voorziening ging. Bij navraag door de chauffeurs wordt door de gemeente Twenterand gezegd dat de chauffeurs hun vrachtwagens bij werkgevers moeten parkeren of in Vroomsoop. U zult begrijpen dat het in praktijk niet altijd mogelijk of praktisch is. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de gemeente het probleem bij de chauffeurs neerlegt. Sterker nog, in de mail van de gemeente aan een chauffeur wordt gesteld dat de gemeente, en ik citeer, dat wij tijdelijk het probleem bij de chauffeur hebben gelegd. Dat is ook einde citaat. Het CDA vindt het dan absoluut niet kunnen dat de gemeente het probleem bij de vrachtwagenchauffeurs neerlegt. Het CDA wil dat er wordt nagedacht over een oplossing op korte termijn voor parkeerproblemen in Den Ham. Graag verneem ik van u wat op dit moment de stand van zaken is en wat de plannen zijn voor de toekomst voor de vrachtwagenchauffeur. Bijvoorbeeld zijn er op dit moment is er misschien een mogelijkheid om te parkeren tussen Koskamp en Roelofs. Ik hoor graag uw reactie. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Harmsen, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik las eigenlijk de eerste bijdrage van het CDA, het stuk wat jullie ingediend, daar stond mooi in van wij willen graag als fractie een debat met de raad. Nou, het debat zie ik niet terug, want het is volgens mij gewoon een vraag een uurtje richting de wethouder, maar ik wil er wel antwoord op geven. Maar ik had eigenlijk gehoopt van nee, ga dus met elkaar een debat aan, wat willen we eigenlijk in die tijdelijkheid doen voor die vrachtwagenchauffeurs. Maar ik zal het even benoemen. De Friese Veendijk, nou volgens mij hoef ik daar geen antwoord op te geven, volgens mij weet u het zelf ook, dat is gewoon de Friesendijk. Staat er fout in, maar volgens mij weten we allemaal dat het een Friesendijk moet zijn. Parkeerverbod, vrachtwagenchauffeurs geïnformeerd. Nou, dat is toen al aangegeven, het is een tijdelijkheid. En uiteindelijk willen wij als gemeente Twenterand heel graag gronden verkopen aan ondernemers. En ondernemers die die gronden destijds een optie hadden, die hebben gezegd van nou, wij kunnen daar nog, of vrachtwagenchauffeurs kunnen daar nog gebruik van maken. Maar als de kans zich voordoet dat inderdaad die ondernemers grond willen kopen, waar wij als gemeente heel blij mee zijn, want wij willen graag van onze industriegrond af, bedrijventerreinen, dan op een gegeven moment wordt er gezegd, ja dat kan, dat willen we als raad ook, we willen zoveel mogelijk verkopen om dat
om te zetten in geld. Ja, dan vervalt die tijdelijkheid en dan zegt u eigenlijk van ja, waarom is er niet gezocht een alternatief? Nou, die is er wel, die komt er ook, want wij hebben straks de uitbreiding van Kroezenhoek. Dat is het terrein tussen Roelofs en Koskamp, zoals u aangeeft, daar zijn we ook bezig. En daar wordt nu ook de infrastructuur al aangelegd en er komen rabatstroken in. En daar zullen ook zo'n, ik denk een stuk of 8, 9 vrachtwagens zullen daar gewoon geparkeerd kunnen worden. Ja, dan zegt u van ja, korte termijn oplossing, dat kan. Dan moeten wij als gemeente dat allemaal voor gaan financieren, want het is een projectontwikkelaar die gaat het doen. Dus wel de opgave ligt om rabatstroken daar neer te leggen. Zegt u van ja, kom met een korte termijn oplossing. Ja, die heb ik gewoon even niet, omdat wij daar die rabatstroken in het plan hebben geprojecteerd. Dan kunnen we zeggen van ja, er moet een korte termijn oplossing komen. Dan zou ik zeggen van nou, raad, als u zegt van we hebben daar een ton voor over om die korte termijn oplossing te voorzien op een stukje weiland en dan gooiden we tijdelijk verhardingen zo in. Dat kan, maar dan moet u op een gegeven moment ook zeggen van daar hebben we als raad ook geld voor over. En ik zou zeggen van, denk daar nog even over na of we dat willen. Ik heb gisteren nog een chauffeur gesproken, ik heb vanmiddag nog een chauffeur gesproken, dat zijn die chauffeurs die daar ook staan. Die zeggen zelf ook van ja, wij hebben zelf ook niet helemaal de oplossing en wij zien ook wel het probleem. En wij zien ook dat de gemeente nu even geen voorziening heeft, niet echt kan bieden, want het is daar gewoon lastig. Nou, dan kun je zeggen van ja. Er zit aan bedrijf, daar kunnen ze allemaal nog mooi staan, dat is iets met pellets. Zit verzekeringstechnisch, zit dat helemaal lastig, dat weten de chauffeurs ook, er is in het verleden al over gesproken. Dus er is al vaker over gepraat, ook met de chauffeurs. En uiteindelijk, dat heb ik die chauffeurs ook aangegeven, van wij gaan inderdaad bij die Kroezenhoek, daar gaan we bezig, de uitbreiding, daar komen die rabatstroken. Dat is dat terrein tussen Koskamp en Roelofs. En die tijdelijkheid, ja, ik heb vanmiddag met die chauffeur, een van die chauffeurs heb ik er nog over gehad. Ik zeg van, heb jij nog ideeën? Ik zei van ja, ik nog niet. Ik zei, ik heb mogelijk nog wat ideeën, daar wil ik best nog eens een keer naar kijken. Alleen, wij hebben gewoon die gronden hebben nu verkocht. Tenminste, dat is de bedoeling. En je zegt van, leg je het probleem neer bij de chauffeurs. Ja, uiteindelijk, het is ook een bepaalde verantwoordelijkheid als chauffeur. Dat je zegt van, nou, moet ik mijn voertuig er neerplaatsen? Of heeft mijn werkgever ook nog een bepaalde verantwoordelijkheid met het creëren van voorzieningen? Of kan ik me ergens anders neerzetten dat ik een autootje krijg van de werkgever? Het is altijd de vraag van, moet je als gemeente dat allemaal gaan oplossen om maar steeds meer parkeerplaatsen ergens aan te leggen, wat gewoon geld kost. Dat is een keuze die kunt u als raad maken. Als u als raad zegt van wij willen voor een ton of voor 2 ton willen wij parkeerplaatsen aanleggen. Nou prima, dan gaan we dat doen. Maar dan moet u wel de gelden beschikbaar stellen. En dan wil ik daar best mee aan de slag. Maar die zijn er niet. Mevrouw Jans heeft een vraag. Mevrouw Jans, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. In mijn eerste vraag is eigenlijk, zijn er geen andere, goedkopere alternatieven? Maar dan ook blijft mijn vraag nog wel een beetje onbeantwoord, want het ging hier natuurlijk om tijdelijke oplossing, tijdelijke voorziening. Waarom is er destijds al niet meteen nagedacht over een andere oplossing? Wat zou er voor oplossing geboden kunnen worden voor deze vrachtwagenchauffeurs? Want er moet natuurlijk, op korte termijn iets komen, want hun moeten hun vrachtwagen kwijt. En daarnaast heb ik nog de vraag, de oplossing die u biedt, dus de uitbreiding voor de Kroezenhoek, op wat voor een termijn, waar hebben we het dan over? Wethouder, aan u het woord. Nou, u geeft eigenlijk zelf de oplossing al aan. De oplossing destijds was ook al van, er komt een uitbreiding Kroezenhoek, daar zitten rabatstroken erin geprojecteerd. Dat was ook het plan. Uiteindelijk heb je te maken met, er komt een recessie, die kavels worden niet verkocht, kavels hebben ook heel lang te koop gestaan. En dat is van de projectontwikkelaar, maar wel met die projectontwikkelaar de afspraken gemaakt van als dat straks wordt uitgebreid, komen daar rabatstroken in om die vrachtwagenchauffeurs een plek te bieden. Ja, dan kan ik niet als gemeente zeggen van wij gaan daar even 10 bedrijfshallen maar neerzetten om die rabatstroken aan te leggen. Die voorziening is er niet. Als u zegt van wij willen dat die rabatstroken er nu komen, moeten wij de zaken gaan voorfinancieren voor die projectontwikkelaar. Maar dat kan ook inhouden dat als wij daar straks gaan bouwen, dat bijvoorbeeld al die rabatstroken er weer uit moeten, want die worden kapot gereden. Vrachtwagens kunnen daar niet staan omdat er bouwactiviteiten zijn, de weg die moet er weer uit of wat dan ook. Dus het is wat lastig. Dus er is zeker wel nagedacht over een oplossing, die lag er ook, uitbreiding Kroezenhoek. Ja, dat het op een gegeven moment wat minder snel verkoopt dan dat we gehoopt hadden, ja, dat is dan een feit. Ik had ook liever gezien dat alles al was bebouwd, mooie rabatstroken klaar, dat was het hele probleem niet geweest. En dat is mooi, die chauffeurs die zeggen het zelf ook. Ze zeggen van ja, wij weten ook even niet wat de oplossing is. Wij zien ook het probleem waar de gemeente tegenaan loopt, dat het stukje industrieterrein daar nog niet klaar is. Nog een laatste vraag om te voorkomen voor een tweede termijn. Ik kijk er even aan, mevrouw Jans, aan u het woord. Ja, er zijn eigenlijk twee vragen. Dat is dan bijvoorbeeld dus het stuk tussen Koskamp en Roelofs, dat daar misschien nog een strook.
Of ik weet niet of als u dat misschien bedoelt. En daarnaast is dan eigenlijk mijn vraag, heeft u toen een stuk grond was verkocht, of in ieder geval dat er geen gelegenheid meer was voor die vrachtwagenchauffeurs, heeft u toen de chauffeurs geïnformeerd wat er gaande was, dat zij dus niet meer aan de Kroezenhoek hun vrachtwagen konden parkeren? Nou, wethouder aan u het woord. Sorry voorzitter. Volgens mij, u zegt van tussen Koskamp en Roelofs, ik weet niet of u er geweest bent, maar daar vindt die uitbreiding plaats. Dus hebben we het over, dat is dat stuk. Dat is het stuk tussen Roelofs en Koskamp. Dus daar ben ik ook mee bezig, als zijn we bezig met de infrastructuur om dat te realiseren. Dus er ligt niet nog ergens een verdwaald stukje grond waar we nog wat mee kunnen. Daar ligt hier een nieuwe strook of dat hele nieuwe bedrijventerrein geprojecteerd. Zegt u van, zijn de vrachtwagenchauffeurs geïnformeerd? Ja, we hebben met meerdere vrachtwagenchauffeurs te maken. Daar staan Poolse chauffeurs, er staan chauffeurs 's nachts die de ochtend moeten lossen. We moeten laden. Dit is niet altijd een vaste club. We hebben een paar Hammenaren, daar is een paar keer contact mee geweest van weet, dit is een tijdelijke oplossing. Met een tijdelijke oplossing weet je op een gegeven moment ook dat de boel kan worden verkocht en dat het voorbij is. Het is allemaal een tijdelijkheid. En zijn ze echt bij brief geïnformeerd? Ja, op een gegeven moment is het grond voor die bedrijven. En zijn ze misschien niet daarover geïnformeerd, maar ze wisten altijd, dit is een tijdelijke oplossing. De chauffeurs die staan er ook nog steeds. Die staan nu 20 meter verder. Het is niet de meest ideale oplossing. De chauffeurs zeggen van, het is niet ideaal, maar we staan er nog wel, maar het houdt niet over. Maar ze staan nog steeds daar in hetzelfde gebied. Dus er is nog geen mens die nu naar Van Zolpen hoeft te fietsen of met een autootje. Dat is gewoon niet het geval. En ik ben bezig met ze om te kijken van, is er nog een andere oplossing? Dan heb je misschien ook particuliere grond. Daar ga ik niet over, maar ik kan soms wel wat mensen aan elkaar koppelen die het dan vervolgens zelf moeten gaan doen. Dank u wel. Ja, nog een laatste vraag. Maar ik geef ook andere raadsleden nog een tweede termijn. Maar ik wil wel constateren dat hier willen wij graag met de raad over in gesprek. Dat dat niets gebeurt. Dus ik wil daar wel even de vinger bij leggen. Maar als u dat aangeeft, ik wil het debat hier in de raad, dan moet het ook daarover gaan. Mevrouw Jans, nog een laatste vraag, zeker opmerking. Ja, dus kan ik van u een toezegging krijgen dat u de vrachtwagenchauffeurs in Den Ham in ieder geval goed informeert over de voortgang en de veranderingen in Den Ham met betrekking tot de parkeergelegenheden, dat u ze goed op de hoogte daarvan houdt? Ja. Wethouder. Dan kijk ik nog de andere raadsleden rond of iemand nog een... Ja, de heer Veldmeijer, aan u het woord. U kunt de microfoon uitdoen, want meneer Veldmeijer, die gaat... Mag die blijven staan? Als u dat zegt, dan doen we dat. Wethouder, de heer Veldmeijer heeft een vraag aan u. Is er nog verder iemand? Ja, een tweede termijn, ja, daarom. Dus is er nog een vraag en dan komt er een tweede termijn. Meneer Veldmeijer, aan u het woord om een vraag aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Nee, om even verdergaand op datgene wat mijn collega van het CDA zei en de toezegging die u min of meer deed, dat u in gesprek gaat met wellicht particulieren om te kijken of er toch een oplossing kan komen voor de met name de Hammenaren. Poolchauffeur maakt niet zoveel uit, maar met name de Hammenaren die daar ook wonen. In hoeverre denkt u dat dat resultaat gaat opleveren? Dat u inderdaad, totdat die nieuwe situatie is gekomen, een tijdelijke oplossing biedt, desnoods op particuliere grond of desnoods in de straat of wat dan ook. Wethouder, aan u het woord. Ja, geen idee. Ik kan niet beoordelen hoe die particulieren gaan reageren. Ik weet wel dat het zijn inderdaad chauffeurs in Den Ham. Dus ik ken die jongens ook. Ik heb er ook gesprekken mee gehad. Ik kan niet zeggen van er komt per se daar een oplossing op bij die particulier. Daar gaat die particulier over, maar ik kan soms wel dingen aan elkaar verbinden. En ik kan wel kijken van hoe snel komen die gebadstokken in een nieuw plan. Maar we willen allemaal niet dat we nu van allerlei dingen gaan aanleggen, voor financiële kosten maken en daarna de hele boel er weer uittrekken, weer gigantische kosten maken. Dat willen we gewoon niet. Maar ik kan wel kijken van zijn er mogelijkheden. Maar het kan soms ook inhouden dat je zegt van dat is een mooie plek. Maar ja, er wordt misschien weer het zicht belemmerd van een woning. Dat wil je ook weer niet. Dan krijgen we daar ook weer gedoe van. Dus ik denk van als we het doen, doen we het goed. En we kunnen best kijken van ook in overleg met die chauffeurs, wat is er mogelijk? Nou, daar heb ik ook met die jongens wel over gehad, met die heren, laat ik het zo zeggen. Ja, dan soms is er even geen oplossing, is er wachten op. Maar het is voor hun ook wel, dat hebben die chauffeurs ook wel bij mij aangegeven. Ja, als wij op een gegeven moment maar wat zicht hebben op dat een oplossing komt, dat zou mooi zijn. Dus we waren ook blij met het antwoord wel van de Kroezenhoek, dat daar gewoon nieuwe gebadstokken komen. Ja, nog een laatste vraag, ja, de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ik zou aan de wethouder willen vragen. Dus hij gaat niet in zijn stoel zitten totdat er wat voorbij komt. Hij gaat actief op zoek naar een tijdelijke oplossing. Wethouder, ja, als er iets is waar ik een hekel aan heb, dan is het de hele dag in mijn stoel zitten. Dus ik ga zeker daarom in de slag. Dus, maar daar was ik al mee bezig.
Daarom is soms even goed luisteren, de wethouder was er al mee bezig. Dat vind ik wel van belang om even door te laten dringen, want dat is dus gewoon zo. Heer Jonker. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor ook dat de wethouder zich goed heeft voorbereid. Mijn vraag is, zijn er problemen verder in de gemeente? Want ik hoor ook wel in Frieseveen dat er knelpunten zijn. Ligt dat ook al op het bord van de wethouder? Of maakt dat ook deel uit van het onderzoek wat hij misschien verder nog gaat doen? Ik maak een opmerking. Het gaat over Den Ham. Dat is het verzoek. Dus daar wil ik het ook toe beperken. Heeft u andere vragen, dan komen die op een ander moment. Maar anders dan gaan we het zo breed maken. Dit is het verzoekdebat, dus daar houden we het bij. Heeft u andere punten, moet u een ander verzoekdebat doen. Want ik wil niet heel Twenterand nu hier de revue laten passeren. Ik hou me aan datgene wat het verzoek is van het CDA. Nee, het gaat om het parkeerprobleem van chauffeurs. Dus. Maar ik probeer het te beperken tot waar het verzoekdebat over gaat, meneer Jonker, en niet over andere dingen. Dus als ik daar een vraag over heeft, kan dat. En anders stop ik. Dat is heel goed, voorzitter. Dan zullen we die vragen doorgeleiden naar het college op een ander tijdstip dat ik hier niet dat kan. Lijkt me goed. Dank u wel. Mevrouw Smelt, of Jans heeft nog een aanvullende vraag, terwijl u net zei dat u die niet meer had. Ik probeer wel een beetje de vaart erin te houden vanavond. Mevrouw Jansen, als laatste aan u het woord en dan geef ik voor de tweede termijn. Dank u wel. Ik wil eigenlijk een opmerking maken en een soort vraag om misschien de wethouder ook een beetje te helpen. Aan de Kroesenhoek ligt namelijk een parkeerplaats langs, inderdaad, dat is MS Pallets. En op dit moment, vroeger of een tijd geleden, konden daar vrachtwagens staan. Nu is er een parkeerverbod opgehangen. Is het mogelijk om dat tijdelijk op te heffen, dat parkeerverbod voor vrachtwagens, om daar de vrachtwagens alsnog neer te zetten? Als u midden in de maatschappij staat, dan ga ik vanuit dat u het doet vanuit uw rol als raadslid. Dan zou ik zeggen, ga eens even een keer het gesprek aan met de ondernemer die daar het bedrijf heeft. Leg uw oor daar te luisteren en wat zijn mening dan is. En komt u dan even bij mij terug. Nou, dat is, met andere woorden, de wethouder is er vast deze praten. Ik kijk naar de linkerkant voor de tweede termijn, de heer Elsega. Nou, u kunt gaan zitten, meneer Elsega. Meneer Elsega, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Ja, de vrachtwagenchauffeurs die net genoemd worden, die hebben ons inderdaad voor de vakantie ook benaderd. In mei, juni was dat zo ongeveer. En toen hebben we ook de vraag uitgezet in dit huis. Van, hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, de eerste reactie was, de gemeente is niets verplicht, hoeft niets, moet niets. Ook als je kijkt naar het beleid van andere gemeenten, hebben we ook even gekeken naar Rijzen en naar Aalten. Ze zeggen eigenlijk het probleem van de werkgever. Wij hoeven dat probleem niet op te lossen. Dus in die zin vind ik het wel een goede zaak. En dat was ook onze herhaalvraag. Van, kunnen we niet eens kijken wat het dan kost? Nou, er kwam ook dit bedrag ongeveer op tafel. Toen was iets van, ja, ga je voorfinancieren? Je weet niet eens of je verkoop, je loopt wel een risico. Bovendien, ja, straks komen er vrachtwagenchauffeurs uit de andere kennen en die willen dan hetzelfde. Friese Veer werd net al genoemd. Ja, dat moet je ook niet hebben, want dan moet je daar ook gaan doen. Dus wat de toekomstige oplossing, er werd inderdaad toen ook al verteld, dat zijn die rabatstroken. Dus er is al in mei, juni dan ook vooruitgekeken dat dat een mogelijkheid is. En wat wij op dit moment belangrijk vinden is die tussentijdse oplossing. Dat werd net ook genoemd. En nou staan ze ook bij Konijnenberg. Ik weet niet of dat kan blijven. Dat was eigenlijk een vraag nog aan de wethouder. En er is ook bij de rotonde nog een stuk privégrond. Maar goed, daar heb je medewerking nodig van iemand. En misschien zijn er meer van dat soort terreintjes. Heeft de wethouder daar ook in beeld? En dat is eigenlijk nog een vraag wat wij nog hebben, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk of nog een tweede termijn willen. Niet? Dan wethouder ingaan op de vraag over Den Ham. Ja, even heel kort een vraag, want die was me niet helemaal duidelijk. U zegt bij de rotonde, welke rotonde doelt u dan op? Want dan heb ik dat even, mag die even zo? Dat mag zo even van uw plaats, ja. Ja, dat is de rotonde als je Den Ham binnenkomt, maar ja, dan kom je natuurlijk aan beide kanten. Het gaat om bij de Vromshoopse weg, bij die begraafplaats daar. Oké. Bij Aopan, ja. Nou, daar heb ik heb daar onder andere wel naar gekeken van zijn er mogelijkheden. Nou, daar heb je inderdaad te maken met die woning, want die is wel eens vaker genoemd. Van zou dat een plek kunnen zijn, dan staat een woning achter. Maar dan ga je dat hele zicht van die mensen ga je weer blokkeren.
Maar dat is ook iets wat ik mee wil geven aan die chauffeur straks, van dat we die mensen aan elkaar kunnen knopen van ga eens met elkaar in gesprek of daar een tijdelijke oplossing is. Dus daar was ik mee bezig. En die bij Konijnenberg, daar doelt u nog op, ja, zolang de weg niet wordt geblokkeerd en er geen gevaar is voor bedrijven, en dan is dat nog niet echt een probleem, maar ja, die chauffeurs geven zelf ook aan dat ze daar wat lastig staan en als dat bedrijf verkocht wordt, ja, dan weet je ook niet hoe een nieuwe eigenaar daar weer mee omgaat. Dus ja, die tussentijdse oplossing, we zijn ermee bezig, maar het is nog wel heel lastig, tenzij de raad zegt van we gaan daar inderdaad geld voor vrijmaken. Maar dan zou ik zeggen, dat is wel een beetje zonde met de oplossing die straks aankomt. Dank u wel. Dan sluit ik dit debat en concludeer ik dat het voldoende besproken is. Dan ga ik naar het volgende agendapunt. Dat is voortgang onderzoek toekomstige uitvoering WSW regio Almelo. En daar heeft mevrouw Hofmeijer gevraagd om in te spreken. Die mogelijkheid geef ik. En u krijgt van mij 5 minuten om in te spreken. En zoals u weet kunnen daarna vragen door de raadsleden worden gesteld. Mevrouw Hofmeijer, aan u het woord. Ja, precies, doet dit. Dank u wel, voorzitter. Beste raadsleden, tot op heden weten wij nog niet wat de inhoud zal zijn van het IROCO-rapport en de 6 individuele plannen. Dat betekent dat het voor iedereen bij Soweco nog steeds onduidelijk is hoe de toekomst van vele mensen eruit gaat zien. Dat maakt dat de onrust ook toeneemt. Wij hopen dat na aanstaande donderdag meer duidelijk zal zijn. Zowel voor u als ook heel veel mensen die aan Soweco verbonden zijn. U heeft van ons vernomen dat de OR heeft besloten de gang naar de kantonrechten te maken. Laten we vooropstellen dat wij oprecht betreuren dat dit ook nodig is. We vinden het belangrijk om u te vertellen waarom wij dit doen en daarom ook dat we vandaag willen inspreken. We hebben de afgelopen tijd meerdere malen geprobeerd in gesprek te gaan met het bestuur om afspraken te maken over onze formele rol en positie. Het bestuur wil niet met ons in gesprek. Wel hebben we de gelegenheid gekregen om informeel in gesprek te gaan met enkele ambtenaren. En we zijn ook met hen in gesprek gegaan. Om één belangrijke reden. Die grote groep mensen. Hun belang staat in deze hele discussie voorop. En dat is de reden dat we wel in gesprek blijven gaan, ondanks dat we tijdens deze gesprekken nog steeds geen formele afspraken kunnen maken. Voor de ondernemingsraad is die rol en positie er wel degelijk. Maar dit blijft echter continu een onderwerp van discussie met het bestuur. En dat is voor ons de reden hierover duidelijkheid te vragen naar de rechter. Het gaat om ons adviesrecht bij de verstrekking van de onderzoeksopdrachten van het bestuur aan IROCO. Daarbij is geen sprake van politiek primaat. We zien de uitspraak van de rechter dan ook tegemoet hierin. Ondertussen zet het bestuur het proces tot opheffing van de GR voort. En het is uiteindelijk aan uw raad hoe u omgaat met dit besluitvormingsproces de komende tijd, wetende dat hierin nog een rechterlijke uitspraak wordt verwacht. Ook vanuit de Tweede Kamer in Den Haag komt een duidelijk signaal. Zij nam een motie aan waarin zij de staatssecretaris oproept in gesprek te gaan met de deelnemende gemeente van Soweco en te benadrukken dat de infrastructuur, kennis en expertise van 50 jaar Soweco niet verloren mag gaan. De OR hoopt dat het bestuur zorgvuldig met dit signaal vanuit de landelijke politiek omgaat. Aanstaande donderdag worden de plannen, ook het plan van uw gemeente, door het bestuur aan de raden gepresenteerd. Wij hopen, maar verwachten ook in die 6 plannen veel overeenkomsten te zien. Want uiteindelijk heeft iedere gemeente dezelfde maatschappelijke opgave, maar met een beperkt budget. Dat het bestuur bij haar standpunt blijft dat wij geen formele gesprekspartner zijn, vinden wij ontzettend jammer en we begrijpen dan ook echt oprecht niet waarom de handen niet ineengeslagen worden. Beste raad, wat zou de ondernemingsraad er toejuichen wanneer we met een open vizier kunnen kijken hoe we het goede van nu kunnen behouden en elkaar kunnen versterken voor de brede doelgroep. Het moet toch mogelijk zijn om gezamenlijk invulling te geven aan deze maatschappelijke opgave. De OR zal dan ook altijd open blijven staan voor het gesprek hierover. Dank jullie wel. Dank u wel. Dan geef ik de raad, als u een microfoon uit wilt doen, dan geef ik de raad de mogelijkheid om vragen te stellen. Ik begin bij de heer Elsinga, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Bedankt voor uw inspreken bijdrage. Ik heb eigenlijk 1 vraag. En dat is, wie is formeel nu uw aanspreekpunt? En dan heb ik het over de ondernemersraad. Is dat nou het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Soweco? Is dat
de directie het bestuur van Soweco? Of is dat de raad van commissarissen van Soweco? Los van deze kwestie, waar overlegt u mee als er zaken zijn, als er zaken spelen? Wie is dan formeel uw aanspreekpunt? Mevrouw Hofmeijer, aan u het woord. Onze eerste aanspreekpunt is onze voorbestuurder en dat is de directie. Dank u wel. Kijk nog of meneer Elsen nog aanvullende vragen heeft. Dan kijk naar mijn recht. De heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel. Ja, dank u wel mevrouw Hofmeijer voor uw bijdrage. Ik denk dat wij heel veel dingen kunnen onderschrijven. Maar ik heb u begon met, u hebt geprobeerd om in gesprek te komen met het bestuur. En het bestuur wil dat niet. Geven ze nou ook een reden waarom ze dat niet willen? Of alleen maar omdat zij vinden dat, dat u geen formele gesprekspartner bent? Mevrouw Hofmeijer, aan u het woord. Wij hebben inderdaad meerdere malen en ook eerst geprobeerd het via de informele kanalen en vervolgens ook formeel gevraagd om toch in contact te komen en het gesprek aan te gaan, omdat daar ook belangrijke besluiten, stappen worden gezet bij het bestuur. En uiteindelijk krijgen wij gewoon continu hetzelfde antwoord terug. Op dit moment is er geen formele positie voor de OR en daar zijn wij, daar verschillen wij in van mening. Wij denken dat er wel degelijk officieel een positie is voor de OR. Dank u wel. Ja, meneer Kelder, aan u het woord. Ja, even een aanvullende vraag. U als vertegenwoordiger van personeel. Hoe communiceert u terug met het personeel? Want ik kan me voorstellen, u geeft al heel veel onrust. Maar hoe is uw communicatie met personeel? Hoe houdt u het personeel nu op de hoogte van de gaande dingen? Mevrouw Hofmeijer, aan u het woord. Nou, de communicatie aan het personeel, dat ligt ook vooral natuurlijk bij ons bij de directie om daarin aan te sturen. Dat ligt in eerste lijn daar. Daarnaast hebben wij natuurlijk als ondernemingsraad onze contacten met onze achterban. En dat geldt voor alle rechtsposities binnen onze organisatie, zowel binnen de GR als in de NV. Dat wij zorgen dat we met hen contacten houden en daarmee communiceren over de stappen die wij nemen. En dan vooral vanuit de positie vanuit de ondernemingsraad. Dank u wel, dan de heer Kelder, aan u het woord. Ja, een aanvullende vraag. U hebt inderdaad een proces nu opgestart. Heb u enige indicatie gekregen hoe lang dat proces zou kunnen duren voordat er inderdaad een rechtelijke uitspraak zou komen? Mevrouw Hofmeijer. Wat wij hierin hebben begrip van onze advocaat is dat puur ook afhankelijk van de rechter hoe snel dat in gang zal worden gezet en wanneer daar uiteindelijk het ook bij de rechter komt te liggen wanneer het gedagvaard wordt en wanneer we daar zitten. Dus dat is echt afwachten. Dank u wel. Dan kijk ik verder. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, als u zegt het bestuur wil geen afspraak, dan bedoelt u dus de directie. Betekent dat, heeft u wel gesprekken gehad informeel, formeel met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling of met iemand van de Raad van Commissarissen? Hebben die aan u gevraagd, goh, hoe kijken jullie er tegenaan? Of heeft u er helemaal geen contact mee gehad? Sorry, meneer Veldmeijer. Mevrouw Hofmeijer, aan u het woord. Even voor duidelijkheid, verschil tussen bestuur en directie. Directie is onze woordbestuurder, de heer Van Broekhoven. En bestuur dan bedoel ik het algemeen bestuur, dagelijks bestuur van Soweco, waar de wethouders vanuit de verschillende gemeenten in zitten. Wij hebben natuurlijk zo onze gesprekken met onze woordbestuurder, waarin wij worden geïnformeerd voor zover dat kan. Dus die contacten die zijn ook prima. Daarnaast hebben wij ook een keer in de zoveel tijd contact vanuit de OR überhaupt met onze RVC van hoe de stand van zaken is. Maar goed, wij zien gewoon wel degelijk dat de stappen worden gezet vanuit het bestuur. En zien dan ook, de gang naar de rechter gaat ook tegen de entiteit, de GR en de NV. En het gaat niet over welke positie, dat is uiteindelijk ook aan de entiteiten GR Soweco en Soweco NV, wie ze dan uiteindelijk naar voren zullen schuiven als aanspreekpunt daarvoor. Maar wij dagen in onze de gang naar de rechter toe, dan gaat het om de GR Soweco en Soweco NV. Dank u wel. Ja, dan kijk ik goed. Dank u wel, dan zijn alle vragen gesteld door de raad. Dank u wel, mevrouw Hofmeijer. Dan geef ik het woord aan de heer Reusken, die het als eerste geagendeerd heeft. En zoals u weet heeft u 5 minuten tijd, meneer Reusken, om even op met papier te kijken. Meneer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst dank aan de wethouder voor de raadsinformatiebrief over de stand van zaken rondom het proces van Soweco. En wat wij de komende maanden kunnen gaan verwachten. Aanstaande donderdag 17 oktober worden wij als raden
weliswaar informeel en in een besloten setting geïnformeerd en ontvangen wij de rapporten, als het goed is, heb ik begrepen, een dag later. Vervolgens komen wij als raden er weer aan te pas in het eerste kwartaal van 2020, als ik de raadsinformatiebrief goed lees. En als de besluitvorming dan is geweest in het DB en in het college. En daar zit precies ons punt, als het gaat over het proces van het onderzoek en de besluitvorming. Ik kom daar later in mijn inbreng nog op terug. We hebben heel veel inhoudelijke vragen. Die hadden we en die hebben we nog steeds. En het is heel verleidelijk om die opnieuw te stellen. Maar ik heb nog wel wat geduld. Ik kan tot donderdag wachten, ondanks dat ik het heel spannend vind. Maar die ga ik hier nu niet stellen. Laat ik het houden bij de raadsinformatiebrief die we hebben gekregen. Want anders gaat de voorzitter mij nog afhameren en zeggen, daar gaat het niet over. Dus dat wil ik... Wat voelde u dat scherp aan, meneer Reuske? Dat wil ik me niet laten gebeuren. In de raadsinformatiebrief geeft u aan dat de gemeenten besloten hebben om de GR af te bouwen. Dat klopt. Dat is al een aantal jaren geleden gebeurd. Er is echter ook afgesproken dat over het aandeelhouderschap op een later moment een besluit wordt genomen. Toch staat er in de raadsinformatiebrief dat de gemeenten dit niet willen. Is dit nu een besluit? Of wordt daar nog over gedebatteerd en is daar nog debat over mogelijk? En kunnen we met elkaar hier nog wat anders vinden? Want zover ik weet is in Twenterand in deze raad daar nog niets over gezegd. Er is ook een afspraak gemaakt, volgens mij in december 2017, dat Soweco een kans zou krijgen om als maatschappelijke onderneming zich te ontwikkelen en dat we daar op een later moment dat zouden evalueren, met elkaar zouden kijken van willen we dat wel of willen we dat niet en over dat moment ook zouden kijken met betrekking tot het aandeelhouderschap. Op gewoon enkele manier zien wij dit terug in het eerste rapport en op geen enkele manier zagen we dat ook niet terug in de onderzoeksopdracht. Daar hebben wij ook een aantal opmerkingen over gemaakt. Ook al zegt u dat... in het vervolg van de opdracht zien we dat ook niet terug. Het lijkt erop alsof het bestuur al een keuze heeft gemaakt. En dat wij straks in de besluitvorming achteraan de rij zitten. En daar maken wij ook bezwaar tegen. In die zin zouden wij graag zien dat de discussie en de besluitvorming op een andere manier plaats gaat vinden. U spreekt steeds dat u vroegtijdig de directie wilt betrekken en de raad van commissarissen wil horen. Door steeds de uitkomsten te bespreken. Let wel, te bespreken. En ook de OR, dat hoorden we net ook, wordt ambtelijk geïnformeerd. Hier zit wat mij betreft en ons betreft weinig ruimte tot overleg en dialoog. Waar heel veel partijen de afgelopen maanden zich hebben laten horen. De vakbonden hebben zich laten horen. De Tweede Kamer is er een debat over geweest. NCOE, de werkgevers hebben zich laten horen. En allemaal hebben ze vragen en opmerkingen gemaakt. Waarom is er niet het gesprek geweest en het dialoog geweest met al die partijen? Waarom vindt het onderzoek heel erg intern gericht plaats? Althans, zo komt het bij ons en denk ik bij velen over. En dan de raad. Ik ga het nu kort en hoekig zeggen, voorzitter. Plat gezegd lees ik dat wij als raad in het eerste kwartaal van 2020 een besluit voorgelegd krijgen van het DB en van het college. En vervolgens gaan wij daar in de raad over debatteren. Dan lijkt het mij bijna een debat wat koerst naar één uitkomst. En waarbij straks aan het eind van de rit wij alleen nog maar de mogelijkheid hebben om ja te zeggen tegen het besluit wat voor ligt. Dat dan niet meer onomkeerbaar is. Dat vinden wij geen goede besluitvorming. En ook niet de juiste volgorde. Wij gaan als Partij van Arbeid GroenLinks dan ook een debat aanvragen, of in ieder geval dit onderwerp agenderen voor december. Want wij zouden heel erg graag willen dat deze raad de uitkomsten van het onderzoek met elkaar bespreekt. Maar wat ik dan ook graag zou willen, en dat vraag ik aan de wethouder die in het dagelijks bestuur zit voor Twenterand, of het dan ook mogelijk is dat op dat moment het besluit, het standpunt van het DB bekend is, zodat we weten waarover we het hebben. Want dan kunnen wij ook een zienswijze inbrengen als raad waar het college mee op pad kan, of in ieder geval mee rekening kan houden. Dus vraag aan de wethouder, is het mogelijk
dat wij, voordat wij in december hierover gaan debatteren, dat wij ook het besluit kennen van het DB, zodat we het ook daarover kunnen hebben en vervolgens ons standpunt kunnen kenbaar maken richting het college, zodat het college dat mee kan nemen. Ook willen wij u oproepen om met andere direct betrokkenen, stakeholders, partners, in dialoog te gaan en ook te kijken naar hun inbreng en hun kritiek. Neem dat mee in het besluit wat u straks wilt nemen. Wilt u afronden? Ja, ik ben bijna klaar, voorzitter. Daarbij ook de vraag, bent u daartoe bereid? Wij als Partij van Arbeid GroenLinks gaan voorafgaand in het debat in december, zullen wij een ronde tafel bijeenkomst gaan organiseren in Twenterand en wij zullen al die stakeholders gaan uithoren, want wij willen weten wat ze er weer vinden. Tot slot, voorzitter. Ook wij weten dat het gaat om kwetsbare mensen en dat het niet alleen maar gaat om het belang om Soweco in stand te houden. Daar gaat het ons en mij helemaal niet om. Het gaat om volwaardig meedoen van iedereen. Dat is wat wij willen. En om dat te realiseren moet je samen aan de slag en samen de dialoog aangaan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik even kijken wie de volgende is. Dan is de heer Jonker aan u het woord. En ook u heeft een 5 minuten. Mag ietsje langer. Ben wat flexibel. Een klein beetje. Dank u wel, voorzitter. Omdat het om mensen gaat, is zorgvuldigheid geboden. Zeker als het om een kwetsbare groep gaat. Wij zien dat ook rondom het onderzoek betreffende Soweco. Er is nog steeds onbegrip, onduidelijkheid en onrust. En dat is schadelijk in allerlei opzichten. Ten eerste voor de mensen om wie het gaat, maar ook ten aanzien van de betrouwbaarheid van de politiek. En dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Soweco heeft zelfs landelijke aandacht. Er is zelfs al een rechtszaak mee gemoeid. Wat ik toch even kwijt moet, voorzitter, is ook dat de houding van het dagelijks bestuur ons stoort. Een dag na het aannemen van de motie in de Tweede Kamer meldt het dagelijks bestuur in die trant van gesprek prima, maar wij veranderen ons standpunt niet. Dat vind ik zorgelijk. Een veeg teken hoe er om wordt gegaan met kritiek. Wezenlijke vragen van bezorgde mensen. Je ziet en hoort dat juist dat de mensen boos maakt. Dat gezegd hebben de voorzitter, wordt ons in de raadsbrief de voortgang van het proces geschetst. Deze voortgang geeft mij het gevoel van een doordenderende trein. Er worden veel stations gepasseerd. Maar wij worden als raad uiteindelijk wel gevraagd om een besluit te nemen. En ik voorzie dat wij straks niet over de informatie beschikken die nodig is om een zorgvuldige en een eerlijke afweging te maken. Maar de wethouder kan die zorg wegnemen. Volgende week worden we in een besloten setting geïnformeerd om een toelichting. Ik wacht daar ook op. Ik ben daar ook razend benieuwd naar. Aanstaande donderdag, ja. Ook worden wij als raad geïnformeerd over de lokale plannen van Twenterand. Er zijn de afgelopen tijd al veel vragen gesteld, waarop veel al het antwoord luidde: consequenties worden in de volgende fase van het proces in beeld gebracht of nadere uitwerking volgt. En dan heb ik het over vragen die wij als SGP hebben gesteld samen met CDA en PVV, ook GroenLinks, PvdA GroenLinks, maar ook over de vragen die gesteld zijn door de Raad van Commissarissen en de directie van Soweco. Wanneer krijgen we die aanvullende beantwoording? We weten dat het voorkeursscenario is onderzocht. Nogmaals, ik heb hier al eerder aangegeven, het is een complexe zaak, er is een spanningsveld. Wat is goed voor de doelgroep? En aan de andere kant, hoe houd je het financieel houdbaar? Daarbij moeten we als raad op voorhand geen mogelijkheden uitsluiten. Maar we zijn helaas niet aan zet geweest. Als raad staan we nog steeds buitenspel. Of laten we dit als raad gebeuren? Ik ondersteun ook de oproep van de heer Reusken net. En die vraag ligt dan ook maar aan alle andere collega's hier in de raad. Het gaat wat de SGP betreft nu niet om het voorkeursscenario of koste wat koste Soweco in stand te houden, maar om een ordelijk proces. Waarbij wij als raad een duidelijk signaal ook moeten afgeven aan het college om richting het dagelijks bestuur van Soweco GR te verzoeken om samen met de overige gemeenten, directie, raad van commissarissen, de ondernemersraad te onderzoeken naar een duurzame oplossing. Waarbij de toekomst en de baangarantie voor de doelgroepen vanuit de participatiewet wordt gegarandeerd. Daar gaat het om. Wanneer je een goed vergelijk wilt maken, is een vergelijking van kosten en opbrengsten tussen de werkzaamheden van Soweco NV en het werkplein van Almelo noodzakelijk. Is de wethouder dat met ons eens? Deze informatie is cruciaal om tot een goed oordeel te komen. Dan heb ik het nog niet over de alternatieven die ook onderzocht zouden moeten worden. Ik zou nog even door kunnen gaan met vragen om helderheid te verschaffen. Dat doe ik dus nu niet. Het gaat om ons over de consequenties. In de raadsbrief noemt u ook dat de OR betrokken wordt in het proces.
Wat is de wettelijke taak en bevoegdheid van de OR in dit dossier? En dan tot slot, voorzitter, de OR heeft een rechtszaak aangespannen. Wat betekent dat voor het proces? Worden er tot de uitspraak van de rechter bekend is geen onomkeerbare stappen genomen? Wat wij niet willen is dat we nu wat afbreken voordat we helder hebben hoe een en ander duurzaam geregeld gaat worden in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Veldmeijer. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal even wat jargon oplepelen vanuit bestuurders, vanuit gemeentes. Er wordt heel vaak gesproken over verbinding zoeken. We zoeken een burgemeester die een schouder om mensen heen legt. Burgerparticipatie is een enorm modewoord. Draagvlak is een modewoord. Maatschappelijke acceptatie is een modewoord. En als ik dan hoor dat het bestuur geen afspraak wil met de OR, dan zijn dat allemaal holle frazen. En dan schaam ik me een beetje dat die woorden wel gebezigd worden, maar blijkbaar geen inhoud hebben. Behalve als het ze uitkomt. Voorzitter, donderdag is de finale dag, de grote dag. Dus we lopen eigenlijk een beetje vooruit op de zaken. En vanaf donderdag kunnen we echt een inhoudelijk debat gaan voeren. Dus ik wil nu even kenbaar maken hoe de PVV hierin staat. En dat is dat wij voorstander zijn van een verzorgingsstaat. Mensen die buiten hun schuld niet deel kunnen nemen aan het arbeidsproces, niet hun eigen inkomsten kunnen genereren, moeten financieel ondersteund worden door de mensen die dit wel kunnen. Het heeft alles te maken met fatsoen. En naast het financiële aspect is het voor een mens goed om doelen te hebben. Doelen te hebben in het leven. Een van de doelen in het leven is bijdragen aan de maatschappij. Maar ook om met anderen te kunnen samenwerken. En dit laatste levert de o zo belangrijke sociale contacten op voor mensen. En daarom is de PVV ook voor een systeem waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voorzitter, prettig kunnen functioneren om zo ook hun behoeftes te kunnen bevredigen. Want je kunt weliswaar beperkt zijn in je mogelijkheden, maar de behoeftes zijn bij alle mensen hetzelfde. En hoewel de term maatschappelijk ondernemen is ingeburgerd in onze samenleving, is het toch lastig voor mensen met een beperking om een baan te vinden in het reguliere bedrijfsleven. Een baan bovendien waarbij men ook nog eens zichzelf voorziet in zijn levensonderhoud. We lazen het onlangs nog in de media hoe moeilijk dat is. En het bedrijfsleven eisen opleggen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen vinden wij geen goed idee. Dit is een vrije keuze van de ondernemer. En dwang is geen goed middel, want wanneer een werkgever dit doet, moet het vanuit zijn hart komen. En dan moet zo'n werknemer wel warm ontvangen worden. En Soweco dragen wij een warm hart toe. Een afbraak van Soweco staan wij dan ook niet toe. De PVV heeft in de Tweede Kamer een motie gesteund om de staatssecretaris Van Ark van de VVD, vandaag afwezig, te bewegen met 6 gemeentes in gesprek te gaan om de sociale werkvoorziening in stand te houden, overeind te houden. En dit is ook de visie van de PVV in Twenterand, voorzitter. En tegen dit college zeggen we dan ook, borg de belangen van de werknemers, koester de kennis en kunde binnen Soweco en ga niets doen waarvan je de uitkomst niet weet. En begeef je ook niet op een terrein waar je geen kaas van hebt gegeten. Daar hebben we in de provincie en in gemeentes al genoeg slechte voorbeelden van gezien. En wat de PVV betreft mag Soweco geld kosten. Mag het de gemeenschap geld kosten. Hier betalen wij heel graag belasting voor. En hier is wat ons betreft belasting ook voor bedoeld. Het is gewoon nogmaals een kwestie van fatsoen. En dat er dan wordt getracht om wat te sleutelen aan de kosten, dat snappen wij ook, voorzitter. Maar voorop staat, op één staat, de belangen van onze kwetsbare medemensen. En deze mogen nooit, maar dan ook nooit, geschaad worden. Ze zijn van ons afhankelijk, dat is een taak van ons. En dat maakt dat we alles zeer zorgvuldig moeten overwegen. Dank u wel. Dank u wel. In Veldmeijer, dan kijk ik naar wethouder Van Appema. Ja, kunt u meteen ingaan op datgene wat gezegd is. Dan komt er zo nog een tweede termijn waar iedereen, ga ik wel weer deze volgorde en dan wethouder aan u het woord.
Voorzitter, dank. Ook dank voor het agenderen van deze raadsbrief. Soweco is inderdaad al regelmatig aan de orde geweest in deze raad. En dat is ook goed, want het gaat ook over grote belangen. Daar is dit college zich zeer wel van bewust en deze wethouder zeker. Voorzitter, de reden dat wij deze raadsbrief gestuurd hebben, wij hebben 25 juni hebben wij in deze raad ook vrij uitgebreid gedebatteerd over Soweco. U was toen ook zeer coulant naar het onderwerp toe, omdat er behoefte was om dat zeker voor de zomervakantie in deze raad nog goed te bespreken. Dus dat is, denk ik, prima gelukt. Vervolgens zijn er daarna ook nog schriftelijke vragen gesteld. Die zijn ook weer beantwoord. Ik dacht dat het vragen van het CDA waren. Die zijn ook netjes beantwoord. En vervolgens hebben de bestuurders van de GR Soweco ook gezegd, hè, terwijl zij ook bezig zijn met het werk rond Soweco, om toch de raden ook mee te nemen in de procesbrief. Want anders duurt het wel lang met elkaar. En dat is ook de reden dat we die brief gestuurd hebben. En u ziet daarin dat we u wat vertellen over het proces, maar dat we vooral ook aankondigen dat er een raadsinformatie gepland gaat worden, waarin we met name de raadsleden van de zes gemeentes, van de zes GR-gemeentes, dat we die graag mee willen nemen in een integraal verhaal. En dat leent zich wat minder goed om dat in een raadzaal te doen met een vraag- en antwoordspel. Maar de zes gemeentes van de gemeenschappelijke regeling zeggen ook van het is goed dat de raden meegenomen worden in het integrale verhaal. Dat gaat over de afbouw van de gemeenschappelijke regeling Soweco, de effecten daarvan. Maar tegelijkertijd maken de zes gemeentes ook lokale plannen, omdat ze namelijk ook een uitvoeringsorganisatie moeten hebben. U hebt daar op verschillende wijze hebt u daar ook op gewezen. Want als er één ding duidelijk is, de zorg voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt, dat gaat u allemaal aan het hart, dat horen wij ook in uw bijdragers, maar dat geldt ook voor de colleges, voor de dagelijks bestuurders. En het laatste wat in de raadsinfo ook goed aan de orde moet komen, dat zijn de financiën, de frictiekosten zo gezegd. Dus die drie onderwerpen, daarvan vonden de gemeenschappelijke regeling gemeentes dat dit zich beter leende om dat in een raadsinformatieavond te doen, waarbij we eerst een plenair deel met elkaar hebben, want tenslotte gaat het om een gemeenschappelijke regeling van zes gemeentes en vervolgens alle zes gemeentes apart om ook over de lokale plannen met de raad te spreken. En inderdaad, de dag daarna krijgt u de stukken. En de heer Reusken, ik begin maar even bij u. U hebt gelijk als u zegt, ik mis dan het debat daarin. Ik heb deze week, en ik hoop dat u ook begrijpt dat het allemaal best heel veel te organiseren is. Het dagelijks bestuur van een sociaal werkvoorzieningschap, dat is iets wat de zes wethouders er even bij moeten doen. En ik hoop dat u zich ook kunt voorstellen dat als je met elkaar bezig bent om die gemeenschappelijke regeling af te bouwen, zoals we dat in 2017 met elkaar afgesproken hebben, dat er dan best heel veel op je afkomt. En ik heb gezien dat het een omissie is in die hele procesplanning dat de raden niet voldoende meegenomen worden om ook hun zienswijze op het vervolg IROCO-rapport te doen. En ik denk dat het goed is dat we die gelegenheid wel scheppen, voorzitter. En dan kijk ik eigenlijk ook even naar u, maar ik kan me ook voorstellen dat het in het presidium ook nog aan de orde moet komen. Want we hebben inderdaad gezien dat er weinig gelegenheid tot een raadsdebat is nog. Terwijl ik denk dat het goed is dat we dat juist wel doen, hè? Want in een raadsinformatieavond, dan ga je niet met elkaar het debat aan. Dan hoor je het verhaal aan en je laat je informeren en je stelt vragen, maar dat is niet een politiek debat daarin. Dus meneer Reusken, ik denk dat u daar gelijk in hebt en ik denk dat we daar gewoon een goed moment voor moeten zoeken. Dus aandacht voor die discussie en de besluitvorming, zeker ook met de raad.
Ik wil trouwens nog even een klein misverstand over die raadsinformatieavond ook ophelderen. Er zijn verschillende raadsleden die hebben het over een besloten setting. Dat is niet het geval. Raadsinformatieavonden die houden wij vaker in raden. Dat doen wij hier ook over allerlei diverse onderwerpen. En die zijn primair bedoeld voor raadsleden. Meer is het niet. En in dit geval is het bijzonder dat de OR ons verzocht heeft, de zes gemeenten verzocht heeft, om daar als toehoorder bij te mogen zijn. En gezien de bijzondere positie van de OR hebben wij daarin bewilligd. We hebben wel met de OR afgesproken, luister eens beste mensen, het is een raadsinformatieavond, dus primair voor de raadsleden. Maar als toehoorder mag u er gewoon bij zijn. Dus dat is in die zin even bijzonder. En naar de media toe, daar hebben we andere momenten voor. Dat is aan deze week, zal dat vrijdag plaatsvinden. Dus alles heeft in die zin wel zijn tijd. Is er een besluit geweest over het aandeelhouderschap in de raad? En dat is niet het geval. U hebt dat in de schriftelijke beantwoording van uw artikel 40 vragen, ik dacht van het CDA, is in ieder geval die vraag ook gesteld. Het is namelijk een besluit geweest van het dagelijks bestuur. Want het dagelijks bestuur is ook bevoegd om over aandeelhouderschappen te gaan. Dat zijn raden in principe niet. Neemt echter niet weg dat het wel goed is om daar ook met de raad over te spreken met elkaar, wat ik ook al eerder zei. Dus nee, inderdaad niet in de raad aan ook geweest, maar de dagelijks besturen hebben daar wel een besluit over genomen dat ze geen aandeelhouder willen zijn. En dat is voor hun ook de reden geweest om dat Iroko-onderzoek te laten doen. Het is u allemaal bekend. De heer Reusken kondigt aan dat u een ronde tafelbijeenkomst met alle stakeholders wilt gaan organiseren in december. Nou, ik denk dat dat buitengewoon goed en interessant is. De SGP, de heer Jonker, u gaf aan, en dat heb ik even niet helemaal scherp, dat u nog wacht op een aanvullende beantwoording. Maar dat is mij even niet helemaal helder welke vragen dat dan moeten zijn die op antwoord wachten. Is even goed, meneer Jonker. Ik moet even een eindje lopen, maar aan u het woord, meneer Jonker. Ja, de opmerking is meer bedoeld, ook op de website van de GR Soweco staan de detailreactie van het dagelijks bestuur. En er worden heel veel concrete vragen gesteld en daar geeft u zeker tiental keer aan van consequenties worden in volgende fasen of van het proces in beeld gebracht. En daar heb ik de behoefte aan van wanneer krijgen we die dan? Of is dat ook aanstaande donderdag? Want mooi dat u toezegt dat de raden meer in stelling moeten worden gebracht. Maar cruciaal daarbij is ook dat wij de juiste informatie dan hebben. Dan kunnen we echt dat zal goede debatten. Zijn, ja. Dat is eigenlijk toe. Dank u. Ik kom straks even op die opmerking van de wethouder om te kijken naar de datum voor het raadsdebat samen met de G4. Want ik denk dat iedereen dat gewoon wel wil. Dus het hoeft niet te wachten op het presidium om te kijken of we nog een datum kunnen vinden. Als we hem niet kunnen vinden, dan moeten we gaan zoeken. Dan, tot we hem wel gevonden hebben. Voorzitter, wethouder aan u het woord. Waarbij ik de heer Jonker ook wel wil meegeven. Dat wij zeg maar ook die informatie die wij geven. Ja, wij hebben er belang bij om de raden zo goed mogelijk te betrekken en in stelling te brengen. Maar we doen dat wel met inachtneming van ieders rol daarin. En zoals u weet heeft het dagelijks bestuur, de wethouders die hebben een andere rol in het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling, waar raden niet altijd over gaan. Of nee, die gaan daar vaak niet over. Dus ja, zo zijn die dingen. Maar dat neemt niet weg dat wij er zeer aan hechten om u wel zoveel mogelijk te betrekken, juist vanwege dit precaire dossier. De OR heeft aangekondigd om een rechtsgang op te starten. Dus dat betekent dat ik ook niet zal ingaan op vragen die daarover gaan. Weliswaar is het zo dat wij nog geen verzoekschrift hebben ontvangen. Dus wij weten nog niet precies
wat de last is die de rechter, of de vraag is die precies gesteld gaat worden. Maar ik ga daar nu verder niet op in. Ik beschouw dit toch als zijnde onder de rechter. Dus ook een vraag over wat is de wettelijke taak van de OR. Dat is wel aangekondigd dat dat de vraag is die aan de rechter gesteld gaat worden. Dus daar ga ik nu verder niet op in. En naar de PVV. U hebt vooral ook vast een voorschot genomen op misschien op donderdag en eigenlijk ook op het debat in deze raad over Soweco. Dus dank daarvoor voor de mooie woorden die u gesproken hebt. En het doet ons goed, voorzitter, dat ik de heer Veldmeijer ook hoor zeggen. Woorden als zorgvuldigheid, behoud kennis en kunde van Soweco, borg de belangen van de werknemers. En dat u ook zegt, Soweco of het sociaal werkvoorzieningschap mag ook geld kosten. En ik denk dat dat goede uitgangspunten zijn. Meneer Jonker heeft de vraag, wethouder. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel. Ik heb het ook niet over een rechtszaak. Het verzoekschrift is er ook nog niet. Ik vraag gewoon alleen, wat is de wettelijke taak en bevoegdheid van de OR in dit dossier? Ja, was ook meneer Jonker, er is helder aangegeven door de wethouder als het onder de rechter zit. En dat misschien staat niet onder punt, de rechter. Misschien is dat een punt waardoor de rechter wordt aangegeven. Gaan wij vanuit dit college daar niet op in? En uiteraard gaat de wethouder over haar eigen woorden, maar ik wil heel helder zeggen, we weten niet wat het verzoekschrift is, dus het college doet er geen enkele uitspraak over. Nee, oké, dat is een terugtrekkende beweging, maar er is nog geen rechtszaak, nee, maar het gevoel is stilbaar. Nee, meneer Jonker, dat is geen terugtrekkende beweging, dat is een duidelijke, heldere lijn die dit college altijd heeft. Ja, ik weet niet van waar die spanning, maar ik ben gewoon raadslid, ik vraag gewoon helderheid en duidelijkheid, dus niet zo moeilijk. De vraag was, maar ik begrijp dat de wethouder zegt van ik wil er niet antwoorden, prima, maar de OR gaf net ook aan, ik wil niet in het gesprek. Nou, mijn vraag niet aan de OR is waarom niet. Nou, de waarom vraag is dus aan de wethouder. En ik heb dus, er is nog geen rechtszaak, maar als die rechtszaak er is, wat betekent dat voor het proces en worden dan onomkeerbare stappen genomen? Want dat vind ik wel een hele belangrijke zaak. Daar kan de wethouder ook meenemen in het dagelijks bestuur om daar nader op te informeren. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, misschien is het goed om de heer Jonker nog even te wijzen op de schriftelijke beantwoording, zowel van de vragen van de PvdA als van het CDA. Die vraag is ook meermalen is die gesteld en is ook door dit college van een afdoende antwoord voorzien. Hè? Dus dat is ook ons antwoord op uw vraag daarin. En verder, voorzitter, u hebt het nogmaals aangegeven. Verder doe ik daar nu geen uitspraken over. De heer Veldmeijer heeft een vraag aan u. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Een hele korte vraag. De motie die in de Tweede Kamer is aangenomen, waardoor de staatssecretaris contact opneemt met 6 gemeentes om het te hebben over deze zaak. Wanneer vindt dat gesprek plaats of heeft het al plaatsgevonden? Ja, voorzitter, dank. Wethouder, aan u het woord. Ja, dank. Ik denk dat het een hele goede vraag is. Ik heb echt geen flauw idee. Ik ga niet over de agenda van de staatssecretaris daarin. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft wel staatssecretaris Van Ark van harte welkom geheten. In ieder geval in West-Twente, omdat wij denken dat wij ook een goed verhaal te vertellen hebben. Dus aan ons zal het niet liggen wanneer zij dat gesprek wil aangaan of dat zij dat ambtelijk wil afdoen. Ik heb geen flauw idee. En het is misschien goed om ook even aan te geven dat die motie ook oproept inderdaad om in gesprek te gaan. Maar dat die vooral ook inzoomt op behoud van de infrastructuur. En het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling leest dat ook zo. Dat het met name gaat om de kennis en de kunde van Soweco. En dat is iets waar het dagelijks bestuur zeer aan hecht. Hè? Dus als je de infrastructuur zo kunt bekijken, dan kunnen wij daar heel ver in meegaan. Ja, wethouder, was u klaar met uw... Oké, dat had ik niet door. De heer Elsinga heeft de vraag nu. Heer Elsinga, nu het woord. Ja, dank u, voorzitter. Even over het gesprek met die staatssecretaris. Als u toch in gesprek bent, kunt u ook vragen of u een zak geld meeneemt of niet? Een paar miljoen graag.
Nu we er toch zijn, heb ik zoiets van, zou het handig zijn. Goed, poten bij de vis. Wethouder, wat gaat u doen? Nou, voorzitter, nogmaals, ik heb eigenlijk geen flauw idee of de staatssecretaris deze kant uitkomt. Ik moet u wel zeggen dat de voorzitter van het dagelijks bestuur zit in dezelfde politieke partij als de staatssecretaris. En we hebben de voorzitter wel gevraagd van, misschien is het handig dat jij, in dit geval wethouder Maathuis, via jouw partijlijn eens vraagt of die staatssecretaris zin heeft om op werkbezoek te komen. Dus dat lijkt ons wel een goed plan. Dank u wel. Dan ga ik naar de tweede termijn. Dan geef ik eerst de heer Reusken als eerste het woord. Meneer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Laat ik eens beginnen met wat complimenten uit te delen. Dat gebeurt niet zo vaak. En ik kijk allereerst de heer Veldmeijer aan van de PVV. Want de manier waarop hij zijn standpunt verwoordde, ik ben het niet vaak eens met de PVV, maar de manier waarop hij dat deed, heel rustig, bedaard, met zorgvuldige woorden, dat vond ik netjes. En die complimenten wil ik hier toch maken ten aanzien van zijn partij. En grotendeels ben ik ook met de inhoud van zijn redeneerlijn eens. Het tweede compliment wil ik naar de wethouder maken. Want ik ben blij dat ze aangeeft dat er een omissie is geweest, zoals ze dat zelf noemde, in het voeren van het debat. En dat we met elkaar het debat hier kunnen gaan voeren voordat wij, of voordat het college erover gaat spreken en voordat wij daarna in de raad erover spreken. Dus daar ben ik ook blij mee en daarvoor zeg ik dank aan de wethouder. Ik heb nog wel een vraag aan de wethouder. Wij zullen die ronde tafel als Partij van Arbeid GroenLinks gaan organiseren. En dat initiatief zullen we ook gaan nemen, omdat wij het belangrijk vinden om van alle stakeholders te horen wat men daarvan vindt. En ik hoop ook dat we daarin de afweging van het dagelijks bestuur kunnen meenemen. Maar dat zal in het proces dan bekeken moeten worden. En wij zullen de staatssecretaris ook uitnodigen. Dus wat dat betreft kan de staatssecretaris hier naartoe komen, gelijkertijd met het werkbezoek combineren. Dan hebben we twee vliegen in één klap. Maar wat ik de wethouder wil vragen als lid van het dagelijks bestuur, ik wil u toch oproepen, en daar heeft u eigenlijk geen antwoord gegeven op mijn vraag, om als u het dagelijks bestuur dadelijk dat rapport gaat beoordelen, om toch ook met de verschillende stakeholders toch nog eens een keer in gesprek te gaan en niet alleen maar te informeren. U kent allemaal, en die kennen wij ook, de communicatieladder. De onderste trede is informeren. De bovenste trede is zelfbestuur. Wij zullen geen zelfbestuur vragen van het dagelijks bestuur, maar wij willen wel vragen of u partijen wilt horen en die dialoog wilt aangaan voordat u een definitief besluit neemt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Jonker. Nee, heer Veldmeijer. Ja, dan ga ik zo verder. Ja. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nee, alleen dat het toch een beetje eng is als je van de PvdA een compliment krijgt. En dan ga je nadenken of je wel op de PVV-lijn zit, maar dat is in dit geval is dat wel zo, maar bedankt. Meneer Veldmeijer, ik zou zeggen, accepteer. Dat is gewoon maar. U heeft het mooi goed verwoord. De heer Kouder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Bramer verontschuldigen, die had zich voorbereid voor vanavond, maar die heeft me net om 5:30 gebeld dat ze helaas gestruikeld was en in bed ligt. Dus vandaar, dat moet ik dan eerst waarnemen. Ik heb mijn respect voor de, ik geef geen compliment aan één fractiecollega, maar aan alle drie, want ik vind dat beide de drie oppositiecollega's het goed verwoord hebben. Ik had het niet anders en beter gekund. Want laten we wel zijn, we staan opnieuw, en ik loop er nu een aantal jaren mee, we staan opnieuw met een aantal onrustige mensen van Soweco. We hebben het weer over dezelfde mensen. We hebben weer een stuk onrust gecreëerd wat we gewoon hadden kunnen voorkomen. Ik ben in ieder geval blij dat de wethouder iets toegeeft in de communicatie. Dat we in ieder geval zeggen dat ze staat nu open voor een debat. Iets wat we eigenlijk al heel lang hebben gewild. Voor als je als bestuur besluiten neemt, neem dan de raad daarin aan de voorkant mee. Ik ga ervan uit dat er moet altijd een gaatje te winnen zijn. Ik wil zaterdag ook wel komen. Maakt mij niet zoveel uit. Ik denk dat dit te belangrijk is om daar geen plek voor te vinden. Even terug naar de staatssecretaris. Het zou wel jammer zijn, want de reactie van bestuur was toch een beetje negatief. In de zin van, nou prima dat u met een motie komt, maar daar staan wij al niet zoveel willen tegenover. Ik zou het jammer vinden dat dat inderdaad in intentie is. U gaf net iets andere bewoording. Maar laten we wel zijn dat we proberen in ieder geval
voor onze mensen dat je het beste eruit halen wat is en in ieder geval een stuk rust weer creëren. En ik vreug me op het debat, want ik wil in ieder geval inhoudelijk meer dingen gaan doen. Dank je wel. Ja, ik denk dat het misschien even goed is voor het plannen van het debat, dat even met de wethouder gekeken wordt, wat het goede moment is, zodat u alle informatie heeft over op een goede manier het debat gevoerd kan worden, want het gaat wel om onze inwoners. Mevrouw Heelbrink, dus dat wordt afgestemd ook met de wethouder voor het goede moment en het wordt een gaatje en anders moeten we maar schuiven. Dat gaat helemaal goed. Mevrouw Heelbrink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Iedereen gehoord hebbende en ook de betrokkenheid gehoord hebbende, zelfs vanuit Den Haag wordt er meegeleefd met onze gemeente, zijn we blij dat er inderdaad een mogelijkheid is om als raad daarover onze mening te geven. Wij hadden daarover ons al laten horen natuurlijk ook in de afgelopen periode en dit besluit komt ook niet uit de lucht vallen. De wethouder heeft het jaar 2017 ook al genoemd. Het is een voortgaande ontwikkeling waarin we nu bij het sluitstuk staan en waarop we moeten nadenken over hoe we verder gaan met een sociale werkvoorziening zoals de SOWECO. De SOWECO heeft daarin ook alle medewerking tot nu toe verleend om daarover in gesprek te gaan en daarover naar kansen en mogelijkheden te kijken. En wij zijn blij dat de wethouder ook zegt dat, zij heeft met name net genoemd, het behoud van de infrastructuur, de kennis en de kunde, daar hechten zij grote waarde aan. En dat hechten wij ook als fractie. En ik denk dat dat ook hetgene is waar we met elkaar naar moeten kijken om het goede te behouden en te gaan kijken naar mogelijkheden die er nog wel zijn. En ook in de nieuwe tijd waarin we met elkaar leven, waarin we met elkaar moeten kijken van kunnen we het allemaal betalen en is dit wat we met elkaar op die manier moeten gaan doen. Doen we recht aan alle stakeholders en doen we vooral ook recht aan de mensen op wie het in het dagelijks leven grote invloed en grote betrokkenheid vraagt. Dus dat is eigenlijk wat onze fractie daarover vindt. En wij hechten dan waarde aan die woorden die de wethouder zei en putten daar ook hoop uit. En we gaan graag het debat aan wat na die tijd, wat nog volgt. En hoor, laten we ons graag informeren op donderdag. Ja, dank u wel. Dan kijk ik naar mijn linkerhand of iemand daar. Nee. Dan is er nog één vraag aan de wethouder of de stakeholders, dacht ik. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank. Daar kan ik vrij kort over zijn. We hebben inderdaad van een aantal organisaties, noem ik FNV, CEDRIS, NCW. Ja, het zijn er een stuk of vier, geloof ik. VNO-NCW inderdaad, en er was er nog eentje, PSO inderdaad, PSO Nederland. Een aantal stakeholders hebben wij reacties van gehad. Goede inhoudelijke reacties. En wij hebben ervoor gekozen om de ambtelijke regiegroep in gesprek te laten gaan met de stakeholders. En volgens mij zijn de meeste gesprekken daarvan geweest. Maar dan spiek ik heel even naar achteren. Volgens mij wel. Hè? De meeste gesprekken met die stakeholders zijn ambtelijk gevoerd. Dus dat is toch weer een treetje hoger dan alleen informeren. Dank. Dank u wel. Dan sluit ik dit debat af en constateer ik dat donderdagavond u een raadsinformatiebijeenkomst is met de 6 GR-gemeenten. En dat op een later tijdstip in overleg te plannen een debatavond, ook hier, en dan wil ik dat een debatavond ook alleen maar over dit onderwerp hebben, zodat we in alle rust het debat kunnen voeren, maar wel op basis van de goede informatie, want we hebben niks aan dat. Dus ik wil even afstemmen met de wethouder, met de G4. En u hoort zo spoedig mogelijk een datum uiterlijk of tijdens het presidium. Dus het is een beetje, dit is een beetje een tijd, een lastige tijd. Ik sluit de vergadering.